dit is les, maar men is snel. Men is snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het overschrijft. Goedemiddag, 4 HAVO, Wiskunde B. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag wil ik even som 76 bespreken en de laatste differentiëregel toevoegen aan jullie kennis. Dus laten we maar even gaan kijken naar som 76a. Daar staat, de functie die ik moet differentiëren is 3 min 2 keer en dan tussen haakjes x kwadraat min 1. Dus voordat we daarna gaan kijken, nog even de regeltjes. De regels zijn dat als ik de som van twee functies moet differentiëren, dan moet ik ze apart gewoon differentiëren en bij elkaar optellen. De afgeleide van de constant is 0, de afgeleide van a keer x is a, de afgeleide van ax kwadraat is 2ax. En deze regels ga ik zo vertellen. En er zit een regelmaat in, dus misschien zien jullie zelfs wel die regelmaat, er is ook nog een algemene regel. Oké, je ziet dat deze functie niet in de goede vorm staat, want je kan alleen maar dingen differentiëren die bij elkaar opgeteld worden. En hier staan haakjes. Dus wat je hier moet doen is eventjes die haakjes uitwerken. En dan krijg je dit. 3x min 2x kwadraat min 2. Dit zijn drie termen en elke term kun je dan apart differentiëren. Dus dan krijg je de afgeleide van f is gelijk aan, nou, 3x. 3x, heren, hou eens op, is een van deze vorm. En de afgeleide daarvan is het getalletje wat voor de x staat. Dus dat is 3. Min 2x kwadraat, dat is eentje van deze vorm. Dat geeft 2 keer min 2x, dus min 4x. En die 4 is dus die 2 keer 2. En die min 2 hier, dat is een constante. En de afgeleide van de constante is 0. Dus het antwoord is gewoon 3 min 4x. Is 76a helder? Zijn er vragen over? Ja. Die min 2? Oké, deze min 2, dat is eentje van deze vorm. De afgeleide daarvan is 0. Dus dan komt er eigenlijk plus 0. Maar dat schrijf je niet op. Oké, vraag van Thijs. Hoe bedoel je? Als het een constante is, een getalletje zonder x, dan is de constante altijd 0. Dus de afgeleide van een constante is altijd 0. Gaan we zo ook nog zien. Ga naar B. B is een beetje raar, want er zit geen x in. Maar er is gelukkig aangegeven dat q de rol van de x speelt. Dus als hier een q staat, moet je denken, het is eigenlijk gewoon de x. Dus laten we kijken. Er zijn geen haakjes, het is allemaal uitgewerkt, staat in de goede vorm. Dus we kunnen meteen differentiëren. De afgeleide van p is, nou, min 0,05 q kwadraat is iets van deze vorm. De 0,05 is de a en de q kwadraat is de x kwadraat. Dus dan gaat het allemaal keer 2. Dus dan krijg je 0,1 q voor die eerste. Dus 2 keer 0,05 is 0,1 en die q, dat was q kwadraat, maar de kwadraat gaat weg. Net als hier. Zie je dat? En die min 200 q, nou, dat is eentje van deze vorm. Dat betekent dat de q weggaat en dan hou je de min 200 over. Dus dit is het antwoord. Oké, gaan we naar C. Ik heb hier de letters niet bijgeschreven, maar dit is C, dat is D. 3 keer 2x min 3 in het kwadraat. Staat niet in de goede vorm. Moet de eerste haakjes uitwerken. Doen we in 2 keer. 2x min 3 in het kwadraat is 2x min 3 keer 2x min 3. Dus je krijgt 2x keer 2x, 4x kwadraat, 2 keer min 3 is min 6x. En dat krijg je dan nog een keer. Hè? Je krijgt 2x keer min 3 en min 3 keer 2x. Samen is dat min 12x plus 9. En nou moet je nog alles keer 3 doen. Dus dan krijg je 12x kwadraat min 36x plus 27. Dit is eigenlijk het moeilijkste van die som. Het differentiëren, dat valt best wel mee. Want je krijgt nu gewoon g accent x is gelijk aan. Zijn er vragen? Mag best. 12x kwadraat geeft 24x. Min 36x geeft min 36. En die plus 27, dat is weer zo'n constante waar Thijs het over had. Afgeleide daarvan is 0. Dus dat schrijven we verder niet op. Oké. En dan de laatste. Dat is een a. Hè. De a is eigenlijk de x. We moeten eerst die stomme haakjes uitwerken. Dus dan krijg je 50 min een half a min 4 in het kwadraat geeft een half a keer een half a is een vierde a kwadraat. Je krijgt een half a keer min 4 en dan ook nog een keer min 4 keer een half a. Dus dat geeft 4a. Of min 4a, hè.
En dan krijg je nog min 4 keer min 4 is plus 16. En die hele zooi krijgt dan nog een minteken. Dus dat minteken hier, daar en daar. Dus dan krijg je 50 min een vierde a kwadraat plus 4a min 16. Dat kan je dan nog samen nemen. Dan wordt het 34 min een vierde a kwadraat plus 4a. De 50 en de min 16 zijn gelijksoortig. Die kan ik samen nemen en de rest niet. Nu moet ik het nog differentiëren. Die 34 is een constante, dus dat wordt 0. Je krijgt die min een vierde a kwadraat. Dat gaat keer 2, die min een vierde. Dan krijg je min een half a. Dus min een vierde keer 2 en die a krijgt zijn kwadraat. Dat gaat weg. En die plus 4a geeft als antwoord 4. Zien jullie dat ik die regeltjes een beetje hier heb toegepast? Oké. En nog eventjes een terzijde vraag. Wat doen we ook alweer met het berekenen van de afgeleide? Wat is het grote doel? Behalve dat meneer Stelder blij van wordt. Amna, weet jij dat? Oké. Bij het toepassen van deze regels, bij het differentiëren, zijn we de formule aan het maken van de hellingfunctie. Dus vroeger ging je, als je de hellingfunctie wilde zien, moest je op je rekenmachine en de RIF doen en al dat gezeik. Maar op deze manier krijg je de formule van de afgeleide functie cadeau. Misschien is het leuk om nog even te laten zien. Want jullie zijn totaal niet onder de indruk. Even kijken of ik het kan laten zien. Oké, maar dan doe ik eerst even die regels. Mensen, ik schrijf de regels op. Kijk even wat er gebeurt. En probeer voor jezelf even te bedenken of je de regelmaat in de regels ziet. Ja? Dit wordt 3a x kwadraat. Dit wordt 4a x tot de derde. En dit wordt 5a x tot de vierde. Ziet iemand een regelmaat hierin? Wat er de hele tijd gebeurt, is dat die macht, die komt ervoor te staan. En de exponent, het getalletje wat bovenin staat, lieve dames, belangrijk, wordt eentje minder. Dus die 3 van tot de derde komt ervoor. En die macht wordt eentje minder. Die 4 van tot de vierde komt ervoor en die macht wordt eentje minder. Die 5 van tot de vijfde komt ervoor en die macht wordt eentje minder. In het algemeen is dit de regel. De afgeleide van a x tot de n'de is gelijk aan n keer a keer x tot de macht n min 1. Het ziet er een beetje eng uit, maar dit betekent dat de macht ervoor komt en dat de macht eentje minder wordt. En dat zie je hier ook. De 4 die komt ervoor en die tot de vierde wordt opeens tot de derde. Zien jullie dat? Mooi hè, dat is de regel. Dus nu wil ik nog eventjes laten zien. Oké. Eventjes die rommel uit beeld halen hier. Oké. Ik maak eventjes ruimte op het bord. Ik haal dit weg en dan gaan we eventjes van de functie de hellingfunctie bepalen. En laten zien dat het ook echt de hellingfunctie is. Wat was ook alweer ons voorbeeld? We hadden toch vorige keer zo'n voorbeeld, zo'n x tot de derde of zo. Heb ik die nog erin staan? Even kijken. Ja, ik heb hem nog. Kijk. Oké, fx is x tot de derde plus x kwadraat min 4x min 1. Weet je nog, dit ding? Hier konden we de hellinggrafiek van tekenen, dus dat gaan we even doen. Op de oude manier, met n derif. Kijk of jullie het nog weten. Dus ik ga hem invoeren op de rekenmachine bij i is x tot de derde plus x kwadraat. Nee. X tot de derde plus x kwadraat min 4x min 1. Oké. Dat ding ziet er zo uit. Sst. Als je het niet interessant vindt, doe je dit even mee. Volgens mij zijn er nog mensen die niet weten hoe ze dit moeten intoetsen. Ik zet het window even wat kleiner, dan is het wat groter in beeld. Zo. Prachtige, prachtige functie, hè? Femme, vind jij dat ook een mooie functie? Heel goed. Oké, goed antwoord. I2.
Ik wil die afgeleide invullen, lieve mensen. En dat deed ik met NDRIF. Dus ik doe mat, optie NDRIF. En dan kreeg je dat enge ding wat je moet invullen. Dat heb ik nu al 3 keer laten zien. Dus misschien zijn er mensen die het herkennen. Second vars, ijvars function I1 geeft me de I1. Dat betekent dat ik de afgeleide neem van die I1. En hier doe ik x. En als ik hem nu ga tekenen, krijg ik hier de grafiek van de hellingfunctie. Die is rood. Ja, hij doet het. Oké. Okay. Maar nu, je ziet, het is heel veel werk. Heel veel gedoe, die rekenmachine, het kost hartstikke veel tijd. Maar nu gaan we het doen met differentiëren. Oké, okay, differentiëren. Wat is de afgeleide van x tot de derde plus x gedraaid min 4x min 1? Wat is de afgeleide van x tot de derde? Regel, de a is 1, dus je krijgt 3x kwadraat als antwoord. Ja. Wat is de afgeleide van x kwadraat? Dat is een x. Ja. 2x. Wat is de afgeleide van min 4x? Min 4. Min 4. Oké. Okay. Nu ga ik deze invullen bij I3 en kijken of het hetzelfde is als die rode. En jullie denken meneer Snel faalt, maar ik denk meneer Snel scoort. 3x kwadraat plus 2x min 4. Oké. Okay. Deze wordt zwart. Als ik het goed heb gedaan, dan gaat dat rode ding helemaal overgetekend worden door een zwart ding. Let op. Wow. Mooi hè? Dus... Het lijkt net of niet iedereen heel erg onder de indruk is hiervan. Maar het is wel heel bijzonder. Want we hebben met dat stomme regeltje daar, wat op het bord staat, hebben we de formule gemaakt van die hellingfunctie, van dat rode ding. En hij is nu helemaal overgetekend door het zwarte ding. Dus wat die rekenmachine heel veel moeite voor moet doen met de NDRIF, kunnen wij gewoon met een paar simpele regeltjes ook. En dat is fantastisch. Oké, okay, zie je nog een vraag? Ja. Je moet ze allebei weten. Allebei. Want je kan nog niet alle functies differentiëren. Sommige functies met een deling bijvoorbeeld kan je nog niet. Oh. Oké, okay. Zullen we afsluiten lieve mensen dan? Oké. Okay. Dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Minder snel bro, ja dat is een feit. HBO of universiteit, minder snel die soort dat jij bereikt. Tienen halen, je zou niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om minder snel fout niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met minder snel. Minder snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen, snel die huil. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft.